Op dit kanaal hebben we het doel om financieel onafhankelijk te worden, het liefst door middel van een passief inkomen. En dat kan onder andere bijvoorbeeld door te gaan beleggen. Maar om te beleggen heb je geld nodig. In deze video behandelen we 8 tips zodat je geld kunt besparen, zodat je meer geld over hebt om te investeren in je toekomst. Want iedere 1000 euro die je nu bespaart kan over 30 jaar 7600 euro waard zijn. Dat lijken me genoeg redenen om te gaan besparen op dit moment. Dus laten we beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. En in deze video gaan we dus kijken naar 8 tips waarop je geld kunt besparen. Maar voordat we naar deze 8 tips gaan kijken, wil ik eerst even het onderwerp van mindset gaan behandelen. Want net zoals met heel veel dingen in het leven is het heel erg belangrijk om de juiste mindset te hebben. Zonder de juiste mindset zul je nooit de doelen bereiken die je jezelf wilt stellen. Zelf denk ik dat er 2 dingen heel erg belangrijk zijn om een doel te bereiken. Ten eerste is dat het doel zelf. Maak heel erg duidelijk wat je wilt bereiken en waarom je dat ook wilt bereiken. Dat maakt het uiteindelijk voor jezelf en voor de mensen om je heen makkelijker om te weten waar je naartoe werkt en hoe je op weg bent om dat doel te bereiken. En ten tweede gaat het dan om kennis, want hoe meer kennis je hebt, hoe makkelijker het uiteindelijk is om dat doel te bereiken. Wat dan ook vaak veel makkelijker wordt en veel duidelijker is wat je moet doen om dat doel te gaan bereiken. Besparingstips zijn ook heel erg afhankelijk van je persoonlijke situatie. Waar ik mijn geld aan uitgeef, zijn andere dingen dan waar jij je geld aan uitgeeft. En dus kun jij misschien op andere dingen besparen. En het is heel erg makkelijk om te zeggen dat je alles nodig hebt, dat jij nergens op kunt besparen. Maar besef dan ook dat de doelen die jij wilt bereiken heel erg lastig zijn om ook te gaan bereiken op deze manier. Want je zult vaak aan de ene kant iets moeten opofferen om aan de andere kant iets te verdienen. Dat kan zijn dus dat je tijd opoffert om geld te verdienen. Of dat je geld opoffert om juist tijd te verdienen. En dat is dus heel erg belangrijk. Dat niet alles zomaar heel makkelijk gaat. Maar dat je dus een stap moet ondernemen. Vaak ten koste misschien wel van iets anders. Maar juist wel om naar dat doel toe te werken. En kijk op dit moment dan even om je heen. En besef dan dat alle spullen die jij ooit ziet, dat dat eerst geld was. Dat je voor dat geld hebt moeten werken. En omdat je dus bezig was met werken, heb je daarvoor tijd ingezet. Dus alles wat je om je heen ziet, dat heeft jou tijd gekost. Nou, als je die spullen niet koopt, hoe minder spullen je koopt, hoe minder tijd je dus ook hoeft te werken om die dingen te kopen. En je hoeft natuurlijk niet alleen te besparen om dus geld te gaan verdienen. Maar je kunt dus juist ook gaan besparen om daarmee uiteindelijk dus tijd over te houden. Tijd misschien wel voor je gezin. Tijd om te gaan beleggen voor je toekomst. Of misschien wel tijd om te investeren om een passief inkomen op te bouwen. Maar dat gezegd hebbende, laten we beginnen met de eerste van de 8 tips. En de eerste tip is om geld te gaan besparen op internet, tv en bellen. Als je een budget bijhoudt, is het je waarschijnlijk wel ooit opgevallen dat in deze categorie best wel veel kosten zitten. Dat er heel veel verschillende dingen zijn, veel abonnementen die onder internet, tv of bellen vallen. En dat wil dus ook zeggen dat er vaak in deze categorie veel te besparen valt. Zeker omdat het maar de vraag is of je al die abonnementen ook wel echt nodig hebt. Ga bijvoorbeeld kijken naar internet, tv, bellen, vaak een alles in één pakket. Dan ben je vaak tussen de 50 en 90 euro in de maand kwijt. Een abonnement voor op je mobiele telefoon, ook 10 tot misschien wel 35 euro als je unlimited hebt. Netflix zo'n 12 euro in de maand. Videoland 8 euro. Spotify 10 euro in de maand. En dan ben je aan de ene kant, dus als je het voorzichtig aandoet, misschien wel 70 euro kwijt. Of als je overal mee meedoet, snel 165 euro in de maand kwijt aan dit soort kosten en verschillende abonnementen dus. En ik denk dan ook dat iedereen hier makkelijk 20 euro in de maand op kan besparen. En naarmate je meer uitgeeft natuurlijk nog wel veel meer. Maar 20 euro in de maand is al wel meteen 240 euro per jaar dat je op deze manier kunt besparen. Zelf heb ik dat ook gedaan door overstappen naar onder andere Oxio of Simyo. Dan heb ik eigenlijk toch nog steeds het internet en mijn mobiele telefonie via het KPN-netwerk zonder zoveel te betalen als bij KPN zelf. En mocht je interesse hebben om over te stappen naar Simyo, meer informatie over Simyo vind je hieronder. En dan heb je ook meteen een link om 10 euro gratis te krijgen. Dus dan heb je al 10 euro verdiend. En dan vind je trouwens ook een link naar mijn website waar ik in alles in één vergelijker heb staan om te kijken of je kunt besparen op internet, tv en bellen thuis. Het tweede waar je makkelijk veel geld op kunt besparen is water in een fles. Want natuurlijk, het is makkelijk om ergens een fles te kopen met water, eventueel ook nog als het gekoeld is. Maar zeker als je in Nederland woont en er komt gewoon heel goede kwaliteit drinkwater bij jou uit de kraan, is het heel erg zonde van je geld om in ieder geval heel vaak water in een fles te kopen. Kijk bijvoorbeeld bij de Albert Heijn, het huismerk. Daar zien we dat een liter water 26 cent per liter dus kost.
Het merk Spa Renne met mineraalwater vraagt 98 cent of kost 98 cent per liter, terwijl kraanwater tussen de 0,1 en 0,2 cent per liter kost. Wat is inhoud wanneer jij water in een fles koopt dat je 130 tot 445 keer zoveel betaalt dan wanneer je water thuis uit de kraan zou halen? En als je dan zoveel geld uit zult geven aan water, doe het dan aan een water-ETF of bedrijven zoals Nestlé, want dat zijn juist de bedrijven die verdienen aan water. Een derde manier om geld te besparen is op loterijen, want iedereen wil natuurlijk rijk worden. Oh nee, we doen trouwens allemaal mee vanwege de goede doelen die we op deze manier ondersteunen. Maar loterijen zijn vaak de makkelijkste manier om geld te verdienen. Of misschien wel dat mensen denken dat het de enige manier is om geld te verdienen en rijk te worden. Nou, dat is zeker niet het geval. Ze zeggen ook vaak wel dat loterijen juist een extra belasting voor de armen zijn. Want het zijn vaak de mensen met een lager inkomen die veel geld uitgeven aan loterijen. Soms wel meer dan 10% van hun salaris of inkomen in de maand gaat op aan loterijen. Misschien aan de postcode loterij, misschien aan staatsloten of krasloten. Juist omdat ze daarmee denken een kans te maken, een afkorting te vinden naar het grote geld. Maar uiteindelijk, je zult nooit zoveel geld verdienen als dat je er eigenlijk instopt. Er zijn maar heel weinig mensen die ook echt rijk worden van loterijen. En natuurlijk speelt de postcode loterij daar ook erg goed op in. Want ja, ze gaan het zo brengen dat als jij niet meedoet, dadelijk al je buren de straatprijs winnen en jij niet. En dan is iedereen verhuisd naar een mooi huis, maar jij blijft daar achter in die straat. En ook bij de staatsloterij, natuurlijk, het is een heel erg leuk bedrag om de oudejaarstrekking te winnen met 30 miljoen. Alleen de kans dat je hem wint is heel erg klein. En mijn ervaring is vaak dat je maar een derde terugkrijgt bij de staatsloterij. Ik doe ook wel mee aan dit soort loterijen. Maar ja, ik heb misschien ook een ander inkomen om dit te doen. En het meeste geld gaat nog steeds naar beleggingen. Dus ben bewust van de winkansen die je hebt. En ga dus goed nadenken van, wil ik meedoen? Met hoeveel loten wil ik maximaal meedoen? Want op de lange termijn verdien je het meeste geld om juist niet mee te doen met dit soort loterijen. Een vierde manier om geld te besparen is op boodschappen. En dit zijn eigenlijk meerdere tips, maar de eerste is om één keer in de week boodschappen te doen. Zorg ervoor dat je minder vaak in verleiding komt om iets te kopen. En maak dan ook gebruik van een boodschappenlijstje. Zodat je precies van tevoren nadenkt, wat heb ik nodig, wat wil ik kopen. En dat je niet in de winkel nog heel veel dingen tegenkomt en extra erin gooit. Of misschien dat je vaker in de week gaat en vaak voor de makkelijke, snelle maaltijden gaat. Die uiteindelijk veel duurder zullen zijn. Al is het vaak wel aan te raden om enkele makkelijke maaltijden altijd in huis te hebben. Denk bijvoorbeeld aan pizza of friet. Zodat op het moment dat je weinig tijd hebt, dat je dan toch iets in huis hebt wat je makkelijk en uiteindelijk ook goedkoop klaar kunt maken. Het is makkelijker om een diepvriespizza, of het is goedkoper zelf om een diepvriespizza zelf op te warmen thuis, dan dat je naar de Domino's Pizza gaat en misschien wel 8 of 10 euro betaalt. Dus door dit soort producten alvast in de vriezer te leggen, kun je op de lange termijn ook weer geld besparen, juist op die belangrijke momenten. En als er aanbiedingen zijn, maak er dan ook gebruik van. Zeker als het gaat om houdbare producten, shampoo, tandpasta, toiletpapier, nog veel meer producten. Zorg dan dat je vast extra koopt. Het zijn toch producten die je vaak elke dag nodig hebt, die houdbaar zijn. Dus waarom zou je dan nu niet profiteren van die lage prijs? En zeker bij dit soort producten is het eigenlijk altijd zo dat ik altijd gebruik maak van aanbiedingen en alvast een voorraadje opbouw en eigenlijk nooit de volledige prijs betaal. En mocht je in de buurt wonen van de Duitse grens, en mag je er binnenkort weer naartoe wanneer corona weer verleden tijd is, maak daar ook gebruik van en ga naar bijvoorbeeld de DM in Duitsland. Deze winkel heeft vaak dezelfde producten, maar is toch al vaak de helft goedkoper dan de Kruidvat hier in Nederland. Dan hebben we nog 4 tips te gaan. Maar voordat ik daarmee verder ga, wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? Maar je helpt ook het YouTube-kanaal daarmee. En wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week 3 video's. Klik even onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Maar dan gaan we nu verder met de 5e tip. En dat is juist om te betalen in 1 keer. Ga geen geld lenen om een product te kopen, oftewel koop een product niet op afbetaling. Dat kost vaak op de lange termijn heel erg veel geld. Ik heb daar eerder een video over gemaakt en ik zal hem hier even en ook onder deze video linken. Daar had ik het voorbeeld van, stel je bent 2000 euro kwijt voor een product op afbetaling. Uiteindelijk ben je dan geen 2000 euro kwijt, maar in die gehele looptijd ben je 2741 euro kwijt. Oftewel bijna 40% meer dan dat het product eigenlijk waard is. En kopen op afbetaling lijkt dan vaak een heel erg leuke, interessante optie. Zeker wanneer je niet zoveel geld hebt. Maar als je gaat kijken hoeveel het extra kost, is het helemaal niet zo slim om het te doen. Ga ook niet betalen in termijnen. Want ook dit, misschien ben je wel niet zo lang bezig met iets afbetalen.
om het in termijnen te betalen, ben je toch weer een paar procent vaak extra kwijt. Dus heb je het geld niet, spaar dan nog even door, want op die manier bespaar je ook nog eens heel veel geld. En als je een tijdje in het sparen bent, ga je misschien nog verder nadenken. Heb je dan nog wel nodig na een tijdje, misschien als je een week of twee weken verder bent. En dat zorgt er dus ook voor dat je al die impulsaankopen niet meer doet. Als je dan toch iets wilt kopen, bestel het dan online, want online is het vaak goedkoper. We hebben natuurlijk te maken met grote webshops die geen dure winkelpanden nodig hebben, minder personeel. Ze hebben misschien wel meer verkopen, meer volume. En om dan minder marge te kunnen maken, dat berekenen ze door aan de klant en daar heb jij dus je voordeel uit. En online is het ook altijd makkelijk om prijzen te gaan vergelijken. Als je dan ergens nog wilt gaan kopen voordat je de aankoop doet, zoek ook altijd even op als er nog een kortingscode is. Dit kun je ook weer wederom via Google doen. Zoek op kortingscode en je hebt heel veel websites met heel veel kortingscode. Of combineer kortingscode met bijvoorbeeld Wekamp en je krijgt alleen codes van die website. Op die manier, mocht er dan een aanbieding zijn, kun je daar nog van profiteren. Tip nummer 7 gaat over minder hypotheekkosten. Heb jij een eigen huis met een hypotheek en is je huis misschien wel meer waard geworden? En kun je dat ook nog eens aantonen met bijvoorbeeld de WOZ-beschikking vanuit de gemeente of vanuit een taxatierapport over je huis? Dan kan de rente mogelijk omlaag, omdat de bank minder risico loopt. Er is namelijk natuurlijk meer overwaarde in het huis. En een kleine verandering in de rente heeft vaak al grote impact op het bedrag wat je maandelijks kwijt bent. En eigenlijk zeker dus ook per jaar kwijt bent. Want je hebt uiteindelijk vaak een groot bedrag geleend. En een paar tiende van een procent kan al vaak om honderden euro's gaan. En vaak is dit van toepassing wanneer de hypotheek 80% van de waarde van de woning vertegenwoordigt. Oftewel, misschien heb je een huis wat nu 5 ton waard is en is jouw hypotheek lager dan 400.000 euro. Dan kun je vaak in aanmerking komen voor een lagere rente. In ieder geval, dat is in mijn situatie het geval. En ik geloof dat bij de meeste banken die 80% als basis geldt. Dus ga ook kijken, heb je overwaarde? Zit het bedrag wat je nog aan hypotheek hebt onder die 80%? Of is het misschien bij jouw hypotheek wel anders? Ga dan even kijken wat er mogelijk is. Want zoals gezegd, een kleine verandering in de rente heeft maandelijks grote impact over wat je kunt besparen. En daarmee komen we bij de laatste tip. En dat is eigenlijk alle andere abonnementen die je hebt. We zijn deze video begonnen met internet, tv en bellen. Want dat is vaak een abonnementsvorm of een categorie waar veel kosten zitten, waar veel abonnementen zitten. Maar de meeste Nederlanders hebben sowieso veel abonnementen. Meer dan je denkt. Ik geloof dat het gemiddelde zelfs op 11 abonnementen ligt. Dus ga een keer je bankrekening nakijken. Op je afschrift van welke abonnementen heb je en waar kan ik eventueel op besparen. En juist bij abonnementen is dat interessant, want dat komt maandelijks terug. Oftewel, elke besparing die je doet, komt ook iedere maand terug. En als je dan een paar abonnementen op deze manier hebt, kun je besparingen dus best wel snel oplopen, zeker op jaarbasis. Ook ik kijk daar regelmatig naar. En verschillende dingen waar ik dan naar kijk, is bijvoorbeeld energie. Is er een andere aanbieder van energie? Want energie is uiteindelijk allemaal hetzelfde. Maar denk ook bijvoorbeeld aan een autoverzekering. En eigenlijk alle andere verzekeringen die je ook hebt. Ook je zorgverzekering bijvoorbeeld, ook daar ga ik binnenkort weer een video over maken. Want dat is zeker vaak interessant aan het einde van het jaar om weer even uit te zoeken welke zorgverzekering je voor volgend jaar hebt. Ook voor de zorgverzekering of voor andere dingen heb ik op mijn website een overzicht staan, een vergelijker staan om te kijken of jij ook hierop kunt besparen. En een link daarvan vind je ook wederom onder deze video terug. Heb jij nou nog meer tips over hoe jij geld bespaart? Laat dat dan vooral weten in de reacties onder deze video. En deel daar ook jouw ervaringen met besparingen en vooral ook de impact daarvan, zodat iedereen er wat van kan leren. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Zoals gezegd, dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Maar je helpt ook het YouTube-kanaal, want meer mensen krijgen deze video te zien. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.